Danny de Maatschalk gaat na enkele jaren nog eens binnen in de Boccaccio in Destelbergen. Hij was jarenlang de uitbater van de bekende dansing. Op 8 september 2018 ging hier het allerlaatste feestje door. Daarna sloot de dansing voorgoed de deuren. De confetti van 5 jaar geleden ligt er nog, net als een deel van het materiaal. Dat zijn de originele JBL-kasten. De glijbaan, die staan hier nog altijd. De Boccaccio was in de jaren 80 en 90 de dansing bij uitstek. Mensen uit binnen- en buitenland kwamen naar hier om te feesten. Boccaccio kwam ook regelmatig negatief in het nieuws door drugsfeiten en razzia's. Maar ondanks dat was het vooral een club waar een stukje muziekgeschiedenis is geschreven. Het verschil buiten vroeger en nu, dat is dat we vroeger de nieuwe platen eigenlijk maakten. Eigenlijk ja, zelf. Maken, ja, maar, ja. Bedoel, we maakten ze bekend. We maakten er hits van. Wij. Allee, we maken er hits van. Deze marcheren. En terwijl dat, nu zijn dat eigenlijk retroplaten. Ja. Dus ja. Dat is eigenlijk het ene grote verschil. Ja. En de retroplaten, iedereen kent die natuurlijk. Ja. En vroeger waren wij eigenlijk de mannen die platen bekend gemaakt hebben. Ja. Dat klopt. Dus iedereen stond daar voor te kijken naar de DJ's, naar de light is oké. En mijn cassettes vragen en kijken naar de nummers die opgelegd werden. De dansing had niet altijd de naam Boccaccio. In 2001 veranderde de naam naar de Tempel. En daarna werd de club nog omgevormd tot de Riva en Bocca. Wie de sfeer van de jaren 80, 90 en begin 2000 nog eens wil meemaken, kan op 28 mei terecht in de Cocorico in Zomergem. Daar laat organisator Old School Belgium de Boccaccio en de Tempel nog één keer heropleven. Het is ook een 90s dansing bekend. Cocorico. We gaan in 2 zalen spelen. Ene zaal puur vinyl, met de echte vinyl masters, Phil Watts en Mike Thompson en Olivier Pieters. In de grote zaal gaan we dan meer het tempo gegeven, temposfeer weergeven met de goede muziek van toen dan. Samen met Mario, David Latour, Laurent Warin, Fifi. En wij vonden het vooral belangrijk dat over de Boccaccio, wat dat toch echt de number one dansing van België altijd is geweest, dat het juiste verhaal werd verteld met de juiste hoofdrolspelers. Dus we organiseren het samen met de familie De Maatschalk, die het gebouw in der tijd hebben opgericht en Boccaccio hebben gestart. Ook met alle echte originele DJ's van toen. Het kan hier niet meer doorgaan, jammer genoeg. Dus we doen het in een andere megadancing uit de jaren 90, de Cocorico in Zomergem. Dus voilà, ja, het gaat iets heel speciaals worden, want Boccaccio was compleet uniek.